Dames en heren, het gaat dan echt gebeuren. Ik ga pro worden in ranked. Ik heb nooit ranked gespeeld en ik ben nu ook weer brons. Maar dit seizoen die net is begonnen, wil ik het goed doen. Ik wil in mijn eentje zo ver mogelijk komen. En we zien wel waar het schip strandt. En als het mij vandaag lukt om naar zilver te pushen, krijg ik de beste aanbieding die ik echt ooit heb gezien. 600 gems voor 3300 credits. Kost nu nog maar 199 gems. Dus tel uit je winst. 400 gems bonus. Deze moet ik gewoon kopen. En hij geldt nog maar voor 11 uur. Dus ik moet het nu doen. Maar ik maak het nog wat leuker. Want ik mag alleen maar met Draco spelen vanavond. Het is natuurlijk de nieuwe knokker. En ik heb hem helemaal maximaal geleveld. Dus ik mag ook met hem spelen in ranked. Want dat wist ik dus niet. Ik ben kapot dom. Je mag alleen met knokkers spelen die max level zijn. Goed om te weten. Daar gaan we dan. Let's go, baby. Easy. Oh, dit is zo chill. Boom. Easy win, easy life. Trouwens, leuke verrassing. Als ik dit potje win, dan krijg ik 8 star drops. Want dan ga ik even gems kopen via de Supercell Store. Dus dit moet een makkie worden. Ik zet even mijn super in. Ik ga via deze mooie jump pad. Moet jij eens opletten. Ik kill ze binnen no time. Zelfs die dog hier. Lekker boeien, man. Huppakee. Ik heb ook nog een gadget die ik in kan zetten. Ik heb tegelijk de nieuwe te pakken. Boom, baby. Easy. Ik denk oprecht dat die Draco veel te broken is. Maar dat ben ik, dat ben ik. Misschien kunnen we deze serie ook wel zo maken dat ik echt alleen maar met Draco mag spelen. Dames en heren. Cadeautje, cadeautje. Daar komen ze. Wat krijg ik allemaal? 500 munten. Ik krijg de gems erbij natuurlijk. En ik kreeg ook extra gems nu of zo. Ja, hier 25 extra. 250 bling. 10 extra gems. Ja, dit schiet niet heel erg op. Ja, leuk, leuk, leuk. Een star drop. Waarom veranderen ze dit steeds? Vorige keer kreeg ik 8 star drops. Nu maar 2 volgens mij. Ik weet niet wat ik chiller vind. Maar het is gegarandeerd volgens mij een epische die ik kreeg. Of niet? Oh, kijk. Mythisch. Kom op. Please. Knokkertje. Kom op. Oké. Eens kijken hoe snel we kunnen winnen. Let's go. Boom. Dat doet ouw. Dat doet hem ouw. Dat doet ouw. Boom. Gelijk een super drop. Let's go, baby. Easy. En we gaan naar de kluis. We gaan naar die kluis. In één keer. Ja. Oh, oh. Ouw, ouw. Dat doet pijn. Dat. Ouw. Oké, dat was dom. Kom hier, Dynamike. Kom hier, Dynamike. Ik haat je. Hij heeft die Robobike. Een legendary skin. Oké, nou, dan ga ik wel even dit ding poppen. Daar gaan we dan. Let's go. Ik moet niet vergeten die gadget in te zetten trouwens. Die kan heel erg handig zijn. Kijk dan, in één keer dat inkstuk. Is dat niet normaal, man? Boom. Doei. Oh, kijk. Nu zet hem in. Kijk, kijk, kijk. Let's go. Ja. Gouden kluis. Gouden kluis. In één keer die kluis. Nee! Bro, wat deed onze teammate? Ik ben brons. Dit is het slechtste van het slechtste en ik verlies. Oké, dus de mensen hier kunnen nog best wel goed zijn. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nou, kom even heel snel hier. Boom, die is dood. Hup. Die even aanzetten. Ja. Nee, kom op. Nee. We gaan niet weer verliezen. Dit is brons. We zijn brons. Ja, goed. Boom, boom. Die even aanzetten. Hoe? Wat? Ik dacht oprecht dat Draco onverslaanbaar was. Helemaal als je je super aanzet. Nee. Goed. Boom. Die is dood. Oh, nee. Oké, ik zet deze gewoon aan. Ja, kom op. Nu erheen. Boom, schieten. Nee. Dit is het meest spannende potje. Knokbal. Oh, Yo, zet ik weer een super in en ik ben het dood. Hier, kijk. Klote Edgar gaat dood. Lekker, nice. Maar nu gaan we... Ja. Hier, alsjeblieft. Pak aan, Spike. Waarom mis ik alle? Bro, die Spike staat naast me, man. Ik zet hem weer aan. Ja, heel goed. Die is dood. Ja, scoren. Ja, kom op. Ik maak hem af. Ja! Let's go, baby! Sorry, daar was ik echt even blij mee. Ik dacht echt dat we deze zouden verliezen. Maar, moet je eens kijken. Je boy is bijna brons 1. Oh, ik snap het eindelijk. Het seizoen is net begonnen. Dus elke pro is ook weer brons nu. Daarom, ik denk al... Waarom speelt iedereen zo goed, joh? Het is echt insane. Het is oprecht best wel moeilijk om nu te winnen, merk ik. Ja, dit maakt het gelijk 10 keer een grotere challenge. Oh, jongen. Hey, oké, ik ga gelijk even mijn super... Ja, misschien niet heel slim. Je kan beter even wachten met die super plaatsen. Oké, die is dood. Is goed, is heel goed. Opnieuw die super. Ja, kijk. Die is dood. Ga nou alsjeblieft dood. Ga nou dood. Boom. Boom. Oh, dit is zo insane. Zag je dat? Die Draco, joh. Hij kan zijn super maar blijven gebruiken. En nu er weer op in. Boom. Kom maar op. Oké, dit is misschien niet heel slim wat ik nu doe. Dit is misschien niet heel slim. Au. Ja, er liggen 3. Ja, dit is genoeg. Boom. Jij gaat ook dood. We kunnen beter even op de... Niet zo agressief spelen. Wat doe ik? Waarom speel ik zo agressief nu? Niet slim. Kom op. Ja. Oh, dit is easy. Easy win. Nieuwe super. Let's go. Boom. Oké. 8 kills. Draco is toch best wel goed, hoor. Kijk, die damage. Brons 2 is binnen. Kijk, hem blij zijn, die Draco. Wat een legend. Wat is dit? Krijg ik een nieuwe knop. Oh.
Wow, ik denk, wat, hè? Hoezo krijg ik een nieuwe skin? Omdat ik ranked speel, serieus, is dat een ding? Wauw, ik moet echt meer ranked spelen. Dit is top. Geweldig. We spelen tegen goede tegenstanders, dames en heren. Dit wordt lastig. Teammates zijn alweer dood. Kom op, ga dood. Flikker nou op, man. Hoezo? Teammate, kom hier. Kom chillen. In het hoekie. Laat ze maar komen. Laat je niet gek maken, man. Ik ben dood. Wauw. Zou ik nu ook meer stijgen in ranked, omdat ik tegen goede spelers speel? Ik denk het eigenlijk wel. Oké, weer verloren. En dik ook gewoon. Hier, ik ga nu 19 naar beneden. Dat is niet heel veel. Ik ben benieuwd hoeveel ik zo meteen stijg als ik dus win. Oh, nee. Boom. Kijk, daar gaan we. Die zetten we even aan. En dan gaan we dan prayen. Spray hem. Spray die man. Let's go. Oké, gaan we scoren. Dat is de vraag. Ik kan hem er tussendoor mikken. Kom op. Ja. Boom. Nee. Dit is dus waarom ik knokbal haat. Echt, die bal gaat er zo priegelig in soms en soms weer net niet. Ik krijg altijd last van mijn hart van dit spel, man. Dit is zo spannend altijd. Boom. Ja, daar komt hij. De goal. Easy. Maak het af. Yo, Griff, maak het. Eindelijk, hè. Ja. Nee. Niet weer. Ja, eindelijk. Ik ging 100 omhoog in ranked. Oké, het schiet ook niet heel erg op dus. Wat is dit dan weer? Ik speel een potje en in één keer is de hele map gecleared. Hoezo kan iemand dat ineens doen? Is dat ook iets nieuws of zo in de game? Dit is namelijk vet nadelig van mijn knokken. Ja, kijk nou, hoe moet ik er heen komen? Ja, dit verlies ik toch hartstikke hard altijd. Dat kan ik toch niet winnen? Dat kan toch niet? Ja, bro. Gelukkig, we winnen nog. Zo, ja, dit is wel strijden hoor. Maar we doen natuurlijk alles voor deze mooie aanbieding. Ik moet deze kopen, 100%. Ik moet hem verdienen. Eén ding is zeker, ik moet hem gewoon verdienen. Oeh, dit is dus de eerste keer dat ik gevarenzone speel met Draco. Nou, ik denk dus oprecht dat deze knokken hier kapot goed aan is. Echt, maar ook echt ziek goed gewoon. Weet je wel, hier, boom, ik doe die aan en ik doe in één keer... Hey! Ik had mijn super aangeklikt, waar is hij? Kom op, nu dan, nog een keer super. Ja hoor, kijk dan, ik blast erheen. Die El Primo dacht ook. Hey, wat gebeurt hier? We klaren deze gewoon. Boom. Doei. Later. Hey, zij zitten nu daar, dat vind ik ook niet heel chill. Maar wij staan voor, er is niks aan de hand, er is helemaal niks aan de hand. Hier, we killen dit ding even. Snel, kom op, kill hem. Boom. Hier, in één keer is weer de hele map weg. Hoezo is alles kapot of zo in de map? Nou, hup, jij gaat even lekker dood. Later. En we winnen. Haha, easy man. Het rank merk ik wel dat je echt geluk moet hebben met de game modes. Sowieso als je maar met één knokken mag spelen. Want in zoveel game modes is Draco ook niet goed. Hier, easy game, easy life. Hoeven niks te doen. Oh, nee, geen hypercharge. Later. Kijk dan. Draak, jongen, die is zo goed. En waar zit ik nu? Ja, kijk eens even. Brons 3 alweer. We hebben nog maar één potje verloren. Wat krijg ik dan weer een skin? Ah, nu bling. Jammer, man. Ik denk, ik krijg altijd skins of zo, joh. Oh, je krijgt dus ook een bonus omdat ik in het vorige seizoen zilver was. Dus nu krijg ik een bonus steeds. Geen idee waarom. Kom op, schiet er maar in. Ja hoor, easy. Ik weet niet wat ze hebben toegevoegd in de game. Hier, alles verdwijnt steeds. Hoe kan dat nou? Is dat iets in ranked of zo? Heel nadelig voor mij namelijk. Heel nadelig. Het moet nu gebeuren. Ja. Nee, op de... Kom op. Oh, gelukkig. Ik schoot op de fucking paal, man. Daar is mijn game mode weer, hoor. Gevarenzone. Nou, kom maar op. Ik ben benieuwd. Huppakee. Kijk dan even, joh. Kom maar op, joh. Huppakee. Ze lopen er ook gewoon steeds zo dom in, hè. Oh, nu ga ik dood. Nu ga ik hartstikke dood. Oeh. Snap die. Ja. Oh, die super is zo chill. En die star power is vooral chill. Ik heal steeds de hele tijd door. Easy dub. Dit is het laatste potje alweer, joh. Dit gaat best wel lekker, man. Oké, focus. Final game. Dit moet hem worden. Easy win, easy life. Kom op. Boom. Oké. Blast erin. Oh, shit. Ze hebben al. Kom op. Dit moet het laatste potje zijn. Hebben we maar één verloren. Dat is best netjes, toch? Oké, ik weet het. Het is brons. Het stelt dus nog niks voor. Maar iedereen is best wel goed. Weet het niet, man. Oké, ze moeten nog één. Geef ze niet die laatste. Ja, oké. Pak ze af. Pak ze allemaal af. Hier, we hebben de 7 ineens. Dit is goed. Oh, nee. Nee. Pak alles. Nee, ze hebben alles. Kom op, blijf er één. Waar is die guy? Die laatste guy van hem. Waar is die? Ah, laat maar zitten, joh. Boom, ze hebben maar 2%. 2% zwaar gedomineerd. Wat de hel, man. Ja, we hebben hem. We hebben hem gewoon. Kijk eens aan. En dit betekent maar één ding, dames en heren. Een nieuwe knokker. Een nieuwe knokker voor je boy. Boom. Nou, zilver was goed te doen. Met Draco helemaal. En ik krijg een epische. Ja. Zit natuurlijk helemaal niks in. Zoals normaal. Hé, wanneer krijg ik nou zoiets, jongen? Ik moet er gewoon voor betalen, hoor. Boom.
200 gems, deze wilde koper is te goedkoop eigenlijk. Ik heb bijna in één keer een legendarische knokken voor 200 gems. Ik heb hier nog wat dingen die ik kan verzamelen. Ga ik gelijk even doen. Ja. En dan heb ik hem denk ik te pakken, of niet? Kijk hoor, hoeveel ik kan verzamelen. Boom. Nee, net niet. Net niet. Oh, wat is dit? Mythisch. Zit erin. Niks. Helemaal niks. Het ding is, ik kan van alles uit mijn Brawl Pass openen. Ga ik nu niet doen. Ik wil alles in één video openen. Dus ik ga alles opsparen. Dus in dat geval moet ik hem gewoon maar kopen. Hoppakee. 59 gems nog erbij. Kost helemaal niks. Cordelis is binnen, jongens. Dit is de laatste legendarische knokker. We hebben hem. En het ranked avontuur is los. Ik kan tips goed gebruiken. Dus laat ze weten. Misschien kan ik de volgende aflevering in één keer naar goud pushen of zo. Laten wij in ieder geval Otis. Otis? Wat voor knokker is dat? Die heb ik echt nog nooit gezien. Oké, nou, Otis dan maar. Geen idee. Wat is dit? Wat is dit überhaupt? Het is een soort slang. Oké, nou, dus ze verzinnen ook de raarste knokkers tegenwoordig. Maar goed, Otis komt eraan. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was de video voor vandaag. Check de video naast je. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.